zie je op dag 1 ook nog eens het vrijheidsbeeld. Nou man, wat een dag. Hey, ik zie er een beetje verwacht uit, maar door alle adrenaline heb ik vannacht maar 3 uur geslapen. We hebben net de fietsdozen allemaal ingepakt en dat was nogal gedoe, want vanaf nummer departures 2 naar 3, dat was afgezet, dus we moesten buiten langs. En we hadden de fiets al ingepakt en er staan overal plantenbakken tegen aanslagen en dan moet je daar langs met de fietsdozen. Ja, dus mijn nieuwe tip is toch wel, haal die dozen beneden op in de kelder en pak gewoon in waar je moet inchecken, want uiteindelijk is het toch beter. Maar goed, we gaan zo met Wow Air vliegen naar Reykjavik, IJsland en daarna door naar New York. En daar gaan we fietsen. Eerst een paar dagjes rondkijken en dan volgen we de East Coast Greenway richting Miami en de Keys. Dus zin in. Wel even bijslapen, denk ik. We are ready now for departure, so I kindly ask you to pass your seatbacks, make sure your seatbacks and tray tables are in an upright position. Wow Air houdt blijkbaar van fietsen. Dat is mooi. Kijk naar de schattige fietsjes. Wow Air heeft dus een fietsdeelsysteem in Reykjavik. Don't do that. No, I have to finish this. Compenseert weer een beetje de CO2, hè? Als je dan in ieder geval gaat fietsen in plaats van de auto neemt. Dat is ook veel leuker, jongens. Doei Nederland! Doei! IJsland! Lekker koud, jongens. Koud in IJsland. De vlucht was wat vertraagd en iedereen moet naar een andere connectie naar Amerika. Dus iedereen is een beetje aan het haasten. Maar alle vluchten naar Amerika zijn nu verzet. Dus we vliegen een uur later. Dus eigenlijk hoeven we niet rond te rennen als kippen zonder koppen. Maar chill, 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 chill. We zijn niet de enige, blijkbaar. Weer een roze vliegtuigje. Wel een goede bijpassende tas voor. Kijk, een tas. Echt een Wow Air tas. Zie je? Hey. Van een heel groot vliegtuig naar IJsland. In eigenlijk een veel kleiner vliegtuig naar New York. Iets minder grote stoelen, maar nog wel comfy. En voorin hebben ze hele grote stoelen. Ver. Doei koude IJsland. Doei doei. Tot ziens. Helemaal lekker. Enjoyed the flight with us and we look forward to seeing you again on another Wow Air flight. God, het is echt heel erg. Kijk dan op die dozen. Oh man. Do a little prayer. Okay, we zijn op weg naar de airtrain. No, hier is de airtrain. En dan nog een trein naar het centrum en dan de boot naar Staten Island. Ik denk dat we er vanavond 10 uur zijn. We zien het wel. Het komt vast goed.
We zitten in de Amtrak nu. Straks nog een keer overstappen. En nu zijn we in de PAH, trein nummer 3. Jetlag Jesse in New York. Maar wel geweldig wat ze hier gemaakt hebben. Op naar lift nummer 20. Hoeveelste lift is dit? Niet 20. Maar wel veel liften gehad. Wat een goed teken is op zich. Ze gaan gewoon nu al gelijk naar Broadway. Verbo, we kunnen Casey bezoeken. Casey, nice stuff. Kijk, Broadway. 368. Oh, man. It's not bike friendly. Wow, we're on Broadway. Broadway. De tweede keer dat er door een hond besnuffeld worden door de beveiliging. Ze zijn erg alert. Ik heb het maar niet gefilmd, want ik wil geen ruzie met beveiligers. Maar hier is de wacht area. Oh, het is nu, hoe laat is het? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Lange dag, ik ben 3 uur slaap. Ik heb ook helemaal geen microfoon nog op, sorry jongens. Maar ik ben een beetje half slapend aan het vloggen. Ik zie er niet uit waarschijnlijk, maar... Ja, nou, we kwamen hier aan en ze zeiden gelijk, ja, daarheen. Een speciaal plekje voor fietsers om te wachten op de boot. We weten totaal niet hoe laat hij gaat. Het is gratis, geloof ik, en het zal allemaal wel goed komen. Dus hij wil te laat bij een snel park waar we kamperen, maar... Ik neem aan dat we wel nog welkom zijn. We hadden eigenlijk moeten bellen. Ja, want die tip die ik dus wilde geven, dat wilde Furk ook eigenlijk doen. Ook zo'n eerste nacht. Gewoon even een hotelletje dichtbij het vliegveld, iets relaxter, hè? Want we hebben nu een uur vertraging. En... Ja, we moesten met een paar treinen, toen viel het nog mee met drukte, maar ja, het is niet heel chill. Het is toch wel weer ook heel gaaf om hier te zijn. Dus... Fiets is populair. Het is gewoon, nou, ik weet niet, 10 uur nu of zo, 's avonds. En het is gewoon nog super druk en ook voor fietsjes. En dan zie je op dag 1 ook nog eens het vrijheidsbeeld. Nou man, wat een dag. De laatste keer dat we in New York waren, hebben we hier zelfs nog gestaan en, om een boot te nemen naar het vrijheidsbeeld. Maar deze boot is gewoon gratis. Super chill. Als fietser heb je dus gewoon je eigen plekje hier. Wauw. Ik fluister, we zijn net aangekomen op de camping. Je kunt me echt niet zien, zeg maar. Wacht. Mooi. Is het mooi? Ja, het is, je kunt me al niet zien. Het is hartstikke laat. Het is 11:15. We waren bang dat we niet meer hier naar binnen konden komen. Want in de mail stond iets met een code. Je mag ook niet zomaar staan. Je moet al het eerste paspoort laten zien. Maar er is bijna niemand hier, want... Het is super slecht weer. Iedereen heeft zijn kampeertripje gecanceld door het regen. Ja, het is nu droog, maar je ziet me niet. Sorry jongens, dit wordt helemaal niks. Oh, we zijn er. Ik ben echt blij. Hier wordt het water. Oh, oké. Okay. Tentje opzetten, slapen. En morgen kun je me weer zien. En dan... Wow.
zo donker hier.